Opnieuw is vogelgriep vastgesteld bij een Nederlands pluimveebedrijf. Het gaat om dit bedrijf in Ter Aar. En dus geldt landelijk weer een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest. En verder in het nieuws vandaag. Alle Nederlandse ziekenhuizen moeten hun noodstroomvoorziening controleren. En acteur Bill Cosby weer beschuldigd van verkrachting. Goedenavond. We beginnen dit NOS-journaal met de toestand van Jorge Sorrieta, de vader van koningin Maxima. Hij is al enige tijd ziek. Eerder vanavond meldde Argentijnse media dat hij was overleden. Maar een woordvoerder van het ziekenhuis in Buenos Aires, waar hij eerder deze week nog lag, zegt tegen de NOS dat Sorrieta thuis is en in leven. Argentijnse kranten die zijn overlijden eerder nog hebben gemeld, melden inmiddels dat de familie Sorrieta tegenspreekt dat hij is overleden. Opnieuw is vogelgriep geconstateerd op een Nederlands pluimveebedrijf. Het bedrijf ligt in Ter Aar in Zuid-Holland en heeft 43.000 kippen. Het is hemelsbreed ruim 20 kilometer van Hekendorp, waar het eerste bedrijf staat dat werd getroffen. En dus geldt landelijk weer een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest. Het pluimveebedrijf is nog niet zo lang geleden verbouwd. Er is plaats voor zo'n 43.000 legkippen. Even na 4 uur nemen onderzoekers monsters bij de dieren. Iedereen in het dorp kent de getroffen pluimveehouder die ook eieren aan de straat verkoopt. Hij werkt eigenlijk 3 keer de pleuris en nou is hij denk ik failliet. Ik ben er bang voor. Heel erg. De bewoners zijn ingelicht over de vogelgriep op het bedrijf. Vanavond is er een bijeenkomst in het gemeentehuis. Het tweede geval van vogelgriep in korte tijd. De vakbond voor pluimveehouders maakt zich zorgen. Vooral omdat de oorzaak van de besmetting nog niet bekend is. Is het gekomen door contacten of is het gekomen dat het door de lucht met de vogels is verspreid? Als het eerste is, dan blijft de schade beperkt. Als het tweede is en het zit in de natuur en vogels verspreiden het in de lucht, dan hou ik mijn hart vast, want dan komen er nog meer gevallen. Voorlopig gaat de Voedsel- en Warenautoriteit ervan uit dat er geen contact is geweest. Maar helemaal uitsluiten, dat kunnen ze nog niet. We gaan naar verslaggever Tanja Brown, die is in Ter Aar bij de bewuste boerderij. Tanja, is het al duidelijk om welke variant van vogelgriep het gaat? Nee, ze moeten nog onderzoeken hoe de vogelgriep hier terecht is gekomen en om welke variant het gaat. Vogelgriep heb je in verschillende soorten. Je hebt de voor dieren hele besmettelijke vorm, daar ging het in Hekendorp afgelopen weekend over. Maar of het hier ook om die soort gaat, dat wordt inderdaad nog onderzocht en dat wordt waarschijnlijk morgen in de loop van de dag pas duidelijk. Er is vanavond een bijeenkomst gehouden, een persconferentie hier. Daarop is bekend geworden dat de 4 omliggende pluimveebedrijven die binnen een straal van 10 kilometer van dit bedrijf liggen, dat daar in ieder geval geen vogelgriep is vastgesteld. De burgemeester vertelde op diezelfde persconferentie dat hij vandaag nog contact heeft gehad met de pluimveehouder van dit besmette bedrijf. Het is ons enige kippenbedrijf. En is het ook nog een legkippenbedrijf. Dus je wilt gewoon goed met je kippen omgaan. Zo was hij er ook mee bezig. Hij wilde wat van zijn bedrijf maken. En dan is het extra triest dat het zo verloopt. Ja, Tanja, wat gebeurt er nu bij jou, bij dat bedrijf? Nou, het bedrijf is afgesloten. Je kunt het terrein niet meer op. Het bedrijf is helemaal onderzocht en alles wordt nu klaargemaakt om met de ruiming te beginnen. Er zijn containers aangekomen waarin de afgemaakte kippen straks kunnen worden afgevoerd. Maar zover is het nog niet. Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat ze waarschijnlijk pas morgenochtend met het ruimen gaan beginnen. Tanja, dankjewel. Alle Nederlandse ziekenhuizen moeten hun noodstroomvoorziening controleren. Dat adviseren experts. Aanleiding is een incident in Roermond in oktober. Toen daar de stroom uitviel, startte het noodaggregaat van het Laurentius ziekenhuis niet op. En dat kan in meer ziekenhuizen gebeuren. De stroomstoring in het Laurentius ziekenhuis begon toen een kabel werd geraakt bij graafwerkzaamheden in de binnenstad van Roermond. Er waren toen 500 patiënten. Die zijn niet in gevaar geweest, maar dat scheelde niet veel. Ik denk niet dat je eraan moet denken wat er zou kunnen gebeuren als zo'n operatie niet goed loopt. Want er zijn 500 patiënten in huis en dat zijn soms ook oudere patiënten, oudere mensen. Er zou een zekere paniek kunnen zijn ontstaan, maar dat is bij ons gelukkig allemaal niet gebeurd. Dit is het noodaggregaat dat moet gaan werken op het moment dat de stroom uitvalt. Maar dat enorme dieselaggregaat is afhankelijk van dit kleine accuutje.
Het kost 25 euro, maar als het niet werkt, dan blijven de lampen in het ziekenhuis uit. Normaal gesproken, als de stroom uitvalt, valt een ziekenhuis terug op een noodsysteem, zodat de lampen aanblijven en alle medische apparatuur blijft functioneren. Maar bij het Laurentius ziekenhuis weigerde dit noodaggregaat. Dat kwam, zo blijkt nu uit het onderzoek van TNO, doordat de accu kapot was die bij het besturingssysteem hoort. Een verborgen gebrek dat bij de maandelijkse test nooit was ontdekt. En dat zou zomaar eens bij meer ziekenhuizen kunnen gebeuren, denkt TNO. Het ligt zeer voor de hand dat er ook andere ziekenhuizen zijn die een vergelijkbaar systeem hebben, die dus ook een vergelijkbaar risico hebben. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen roept al zijn leden dan ook op om een noodstroomvoorziening te controleren. Want andere ziekenhuizen kunnen leren van het incident in Roermond. Ik raad mijn collega's aan om niet alleen aandacht te hebben voor de IC en de OK, maar ook voor de techniek als een hele belangrijke factor. En ik raad mijn collega's ook aan om de testprocedures van het noodstroomaggregaat ook heel goed te checken. En indien nodig een extra accu bij te plaatsen, zodat bijvoorbeeld tijdens een operatie dit nooit onverwacht zal gebeuren. Zoals verwacht zijn lokale partijen de grote winnaar geworden van de tussentijdse verkiezingen van gisteren in een aantal gemeenten. In onder andere Os, Alkmaar en Den Bosch werden nieuwe gemeenteraden gekozen. De regeringspartijen VVD en PvdA verloren bijna overal behoorlijk. De oppositie die won meestal. Over de landelijke verhoudingen zeiden de uitslagen helemaal niks. Daarvoor was het allemaal te klein en te plaatselijk. Maar toch zag je terug wat je ook in de peilingen vaak ziet. Verlies voor VVD en Partij van de Arbeid en winst voor SP, CDA en D66. Waarbij de ene trouwens wel beter deed dan de ander. Dit is ten opzichte van 2010 echt een grote verbetering. Overal winst. En dat is echt iets wat we een paar maanden geleden nog niet konden dromen. Voor het CDA was de winst ook belangrijk om zelfvertrouwen te tanken. Bij de SP lukte dat wat minder, want er was dan wel resultaat. Het is inderdaad erg plezierig. Als je kunt zeggen, we hebben in 3 gemeentes meegedaan en alle 3 hebben gewonnen. Maar toch profiteerde de SP niet of nauwelijks van het verlies van de Partij van de Arbeid. En psychologisch belangrijk, ze zijn niet langer de grootste in hun hometown Os. En dan D66. In Den Bosch zijn ze nu dus ook de grootste. En met belangrijke provinciale statenverkiezingen in aantocht is een goede positie in het grote Brabant belangrijk. Brabant is een hele belangrijke provincie dadelijk. Want in die provinciale staten worden uiteindelijk de Eerste Kamer gekozen. En D66 wil natuurlijk voor dit of een volgend kabinet een goede positie in die Eerste Kamer. En dat hadden ze allemaal in hun achterhoofd. Ook de verliezers, VVD en Partij van de Arbeid. De uitslag gisteren is psychologisch namelijk belangrijk in de aanloop naar de statenverkiezingen volgend jaar. En niemand wilde naartoe als een verliezer. En dus zochten VVD en Partij van de Arbeid naar lichtpuntjes. En ook de campagneleider van de VVD vond die. In Alkmaar hebben we een zetel gewonnen. En in Den Bosch zijn we op een haar naar de grootste. Dus daar hebben we positieve uitslagen. Als je nou kijkt naar de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in maart, dan zie je dat we ten opzichte daarvan gewoon iets hebben verbeterd. Dus we hebben boven verwachting gescoord. En er is nog een lichtpuntje voor Samsom, want het duurt nog 4 maanden voordat die belangrijke statenverkiezingen gehouden worden. En in 4 maanden tijd kan veel gebeuren in de politiek. En die statenverkiezingen die zijn op 18 maart. Hi everybody. Tomorrow night I'm going to be announcing here from the White House some steps that I can take to start fixing our broken immigration system. Deze oproep van president Obama verscheen gisteren op internet. Komende nacht neemt hij, volgens sommigen, een besluit dat van grote betekenis kan zijn voor de 11 miljoen illegale immigranten in Amerika. Mensen die soms al jarenlang in de schaduw van de maatschappij leven, vaak zonder rechten. Met het congres kwam Obama niet tot een oplossing door de republikeinse oppositie daar. Dus maakt hij zelf een begin met die immigratiehervorming. Schilder Miguel ontvluchtte 14 jaar geleden een zwaar en armoedig bestaan in Zuid-Amerika. Net als de jonge mannen die hij nu op zijn klussen meeneemt. Voor lage, lage lonen, want Miguel en de jongens hebben geen verblijfsvergunning en kunnen dus geen eisen stellen. Het is exemplarisch voor miljoenen immigranten die keihard werken, maar vanwege hun status eigenlijk nergens recht op hebben. I think we are, you know, humans too, so we cannot apply for like credits and like, you know, if you want to get a car, house or cars or things like that, you gotta have the money for buy the stuff, you know, or and some banks you cannot open accounts and hospitals is really, really hard if you get sick, your family. Een immigratiebeleid waar 11 miljoen mensen in het nauw zitten is kapot. Daarover is de politiek het wel eens. Maar wat dan?
De economie zou wel profiteren als ze legaal worden. En hoe? Want miljoenen mensen die ineens belasting gaan betalen, meer verdienen en dus ook meer uitgeven, brengen honderden miljarden in het laadje. The first thing, you know, make my wife and my kids, or everybody has insurance. And also we want my house, you know, my home for my family, because that's I really wish have one secure place. Nou, dat is nu precies wat president Obama al jaren voor elkaar probeert te krijgen. Maar wat met name de Republikeinen helemaal niet zien zitten. Want waarom zou je miljoenen mensen belonen voor het feit dat ze hier illegaal naartoe gekomen zijn? De wet dus hebben overtreden. En nu die Republikeinen net in het congres een hele grote verkiezingsoverwinning hebben geboekt, maakt dat plan natuurlijk helemaal geen kans meer. President Obama zag dat deze zomer al aankomen en dreigde toen al. I'm beginning a new effort. To fix as much of our immigration system as I can on my own, without Congress. Een president die zijn parlement negeert. Het is een politieke bom van je welste, maar wel een die hen mogelijk kan helpen. Oh, wow. That'd be awesome. I mean, we are really excited already about he think already about that, and you know if he's going to do that, that'd be really good. My wife and we have already appointments for see the lawyer tomorrow. Yeah. Vannacht om 2 uur Nederlandse tijd maakt president Obama zijn maatregelen bekend. En dan kijken in de VS waarschijnlijk miljoenen mensen televisie. In de hoop dat ze misschien die felbegeerde verblijfsvergunning krijgen. Met de feestdagen in aantocht wordt er weer veel speelgoed verkocht via webshops. Maar veel van de aanbiedingen op die website zijn nep. Misleiding op grote schaal, zegt de Consumentenbond. Dit is volgens de wet verboden. Het linkerbedrag, dat met de strepen doorheen, mag er alleen staan als het artikel ook echt door dezelfde verkoper voor die prijs is aangeboden. In september hebben we gezien dat deze zonder aanbieding €129 kostte. Vervolgens zagen we in oktober ineens een vanprijs bijgezet worden van €169 voor €129. De Consumentenbond hield 11 weken lang aanbiedingen bij van online speelgoedverkopers. Kijk, en hier gaat het bijvoorbeeld helemaal mis. Dat zie je wel. Dan al het rood zijn foute cijfers. Bol.com spant de kroon. Bij het online warenhuis is 73% van de aanbiedingen nep. Daarna komen Weekamp, Vonk, Blokker en Bart Smit met ongeveer een kwart nep kortingen. Bol.com werd vorig jaar al gewezen op het overtreden van de regels, maar kreeg toen geen sanctie opgelegd. Het bedrijf ziet zelf ook geen probleem. Voor onze klanten is volgens mij volstrekt helder dat de prijs die we laten zien op de site, de prijs is, de adviesprijs, de prijs waarbij het bij andere winkels ligt en daartegenover de Bol.com prijs. Er is ons niets ervan gebleken dat voor consumenten onduidelijk zou zijn aan welk prijsniveau die prijs refereert. Op straat horen we wat anders. Ja, oplichterij toch, of niet? Ja, dat is natuurlijk verkapte oplichterij, hè? Pure volksverlakkerij. De waakhond die kan optreden tegen bedrijven die misleiden is de Autoriteit Consumenten en Markt. Die houdt het dit jaar, net als vorig jaar, bij toekijken. Wij wachten het resultaat van de actie van de Consumentenbond af voordat we tot verdere conclusies komen. Deze misleiding op grote schaal heeft geen prioriteit voor de Autoriteit Consumenten en Markt. Nogmaals, de Consumentenbond heeft nu deze handschoen opgepakt en wij wachten af wat daarvan het effect is. De Consumentenbond zegt door te gaan met het volgen van prijzen en aanbiedingen. Op een onbewaakte spoorwegovergang bij Diepeveen, niet ver van Deventer, is een trein op een vrachtwagen gebotst. De chauffeur van de vrachtwagen overleefde de klap niet. In de trein raakten 3 mensen gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. Een 4de persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. Het duurt waarschijnlijk nog tot vannacht voordat de ravage is opgeruimd. Het treinverkeer tussen Deventer en Olst ligt plat. Er rijden wel bussen. De stroom vluchtelingen in Turkije die uit Syrië komen leidt tot een van de grootste crisis in tientallen jaren. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Turkije telt nu 1,6 miljoen Syrische vluchtelingen. Volgens Amnesty heeft het land grote problemen om honderdduizenden vluchtelingen te voorzien van de meest basale behoeften. Een grote vechtpartij vannacht in het asielzoekerscentrum bij Overloon in het oosten van Brabant. Tientallen bewoners gingen met elkaar op de vuist. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Nog eens 3 moesten naar het politiebureau. Niet duidelijk is wat de aanleiding is. Transportbedrijven hebben misschien jarenlang te veel betaald voor nieuwe vrachtwagens.
De Europese Commissie verdenkt een aantal grote Europese vrachtwagenfabrikanten van prijsafspraken. Als dat klopt, kunnen ze een boete krijgen. Om welke merken het gaat, zegt de commissie niet. En met een vorkheftruck hebben overvallers de pui geramd van een juwelier in het centrum van Rotterdam op klaarlichte dag. Omstanders zagen het gebeuren. De daders zijn er op een scooter vandoor gegaan en zijn nog voortvluchtig, ondanks een klopjacht door de politie. Bij de overval zijn waarschijnlijk sieraden en dure horloges gestolen. Staatssecretaris Steven gaat niets extra betalen voor de opvang van illegalen. Gemeenten die bed, bad en brood willen bieden, moeten daar zelf maar geld voor uittrekken, vindt hij. En dat is een gevoelig punt in de coalitie, omdat de PvdA daar heel anders over denkt dan de VVD. Voor hem is het allemaal niet zo moeilijk. Illegalen moeten weg. Als gemeenten toch tijdelijke noodopvang willen, dan moeten ze dat voorlopig zelf maar betalen. Het kabinet staat geen opvang van illegalen voor. En dat doen we op dit moment ook niet. En gemeenten die verplichtingen aangaan om dat wel te doen, die moeten daar zelf voor dokken. Ja, duidelijker kan ik niet wezen. Maar voor de PvdA is het heel moeilijk. Die partij wil wel geld voor die opvang, maar geen ruzie met de VVD. Dus, als Teven nou nog eens gaat praten met de gemeente over die illegale opvang, dan is er nog niks definitiefs. En dan zijn ferme standpunten nog niet nodig. Wat verhindert u nou? Is dat nou omdat het niet mag van de VVD? Of wat is het? Ik herhaal nogmaals, we zitten nu in een tussentijdse situatie. We zullen uiteindelijk naar een duurzame oplossing zoeken. En dat is ook hetgene wat ik aan de gemeenten zal vertellen. Geen beslissing betekent ook geen ruzie. Uitstel komt de coalitie uitstekend uit, dus vandaag geen ja of nee over de illegale opvang. Misschien in maart, na de verkiezingen. Want dan zijn compromissen altijd net wat makkelijker. Hij was in de jaren 80 en 90 een van de succesvolste acteurs op televisie door de populaire comedyserie The Cosby Show, komiek Bill Cosby. Maar zijn imago als ideale huisvader begint steeds meer beschadigd te raken. De afgelopen maanden is hij door verschillende vrouwen beschuldigd van verkrachting. Twee Amerikaanse televisiemaatschappijen hebben nu programma's met de 77-jarige acteur geschrapt. He had given me wine and a pill. The next morning I woke up and I wasn't wearing my pajamas. And I remember before I passed out that I had been sexually assaulted by this man. Het is de jongste beschuldiging in een reeks van vele. Veel vrouwen uit de jaren van de Cosby Show zeggen door Cosby te zijn verkracht. I was sitting up writing one second and the next second I was lying down on a couch having my underwear taken off. We're not making this up. What am I getting out of this? If I could have given the interview like this, I would have. Ja, het Amerikaanse persbureau AP interviewde Cosby en zijn vrouw begin deze maand over Afrikaanse kunst. Daarin werden ook de beschuldigingen ter sprake gebracht. Cosby eiste dat dat fragment nooit zou worden uitgezonden. Maar nu de beschuldigingen zich opstapelen, heeft het persbureau het fragment alsnog naar buiten gebracht. There is no comment about that. Okay. And I'll tell you why. Okay. I think you were told. I don't want to compromise your integrity, but I don't talk about it. Now, can I get something from you? What's that? That none of that will be shown? I can't promise that myself, but you didn't say anything. I know I didn't say anything, but I'm asking your integrity that since I didn't want to say anything, but I did answer you in terms of I don't want to say anything, of what value will it have? Don't think it will. Ma'am? What'd you say? Sorry? What did you say? I don't think it has any value either. Yeah. And I would appreciate it if it was scuttled. Thank you. And we thought, by the way, because it was AP, that it wouldn't be necessary to go over that question with you. And we haven't written about this at all in the past 2 months, and but they want, you know, my boss has wanted me to ask. If you will just tell your boss, the reason why we didn't say that up front was because we thought that
AP had the integrity to not ask. Het hele fragment is te zien op onze vernieuwde website nos.nl. Er is een probleem met de nieuwe spoorbrug over het Maxima-kanaal in Rosmalen. Het probleem is maar 4 centimeter groot, maar toch gigantisch. Het was een paar weken geleden een onaangename verrassing voor Rijkswaterstaat. Je ziet er niets van. De splinternieuwe brug over het splinternieuwe Maxima-kanaal in Rosmalen. Over een paar weken wordt het geopend. Maar de brug is te laag. Aan één kant dan. Over een stukje van 2 meter vanaf de kant. Complicatie dus. Het is puur aan de zijkant, zoals u daar ziet, waar je aan de oever kan gaan staan, waar ook geen schip kan varen. Daar hebben we een afwijking van 4 centimeter. En op 2 meter, 2,5 meter uit de oever is het probleem nul. Probleem nul. Niets aan de hand dus, zou je zeggen. Toch schrijven dwingende richtlijnen voor dat er een probleem is. En dat moet opgelost worden. Wij gaan tijdelijk het waterpeil verlagen met 4 centimeter. En waarom is dat nodig? Dat zijn de voorschriften. Je moet ergens een lijn trekken en die lijn trekken we. En we nemen dus onze verantwoordelijkheid. Ook Boskalis, de bouwer van de brug, neemt zijn verantwoordelijkheid. Een oplossing kan zijn dat we aan de onderkant van het dek een hele kleine laag beton verwijderen. En daar dan een stukje coating voor aanbrengen om het weer goed te beschermen. En dan is het hele probleem opgelost. En kan de scheepvaart straks nog steeds onder de brug door, volgens de voorschriften. Ja, grijze lucht. Bij mij thuis ook grijze lucht. Hier in Hilversum grijze lucht. Waar heb jij dit plaatje vandaan? Dit plaatje komt uit het noorden van het land. Groningen, Friesland, Waddeneilanden. Prachtig zonovergoten weer. We kunnen het ons in Midden-Nederland nauwelijks voorstellen. Behalve natuurlijk als we naar de satellietfoto hebben gekeken. Want dan was het prachtig op te zien. En uiteraard ook op deze foto's. Nou, morgen zal het zeker niet strak blauw zijn, maar ik denk wel dat het dan wat eerlijker verdeeld is en dat we overal een mengeling gaan krijgen van wat zon en wat wolken. Er komt net even iets meer stroming in de atmosfeer. Het was vandaag heel erg rustig, met in onze omgeving uitgestrekte wolkenvelden die zo laag bij ons aardoppervlak zaten dat de satellietfoto het niet of nauwelijks zag. De actievere wolken ziet zo'n satelliet een heel stuk beter en die vonden we in het oosten, zuidoosten van Europa. En ook hier in het zuidwesten, Spanje en Portugal. Geleidelijk aan gaan die systemen wel wat schuiven, want dit lage drukgebied trekt richting de Canarische eilanden. Dan wordt het in Spanje en Portugal een stuk rustiger. Een ander lage drukgebied trekt naar de Britse eilanden, daar gaat het regenen en waait het van tijd tot tijd flink. In het uiterste zuidoosten in Turkije nog een paar buien. En verder is het heel rustig rond Italië en ook Griekenland en de Balkan. Veel zon daar, met temperaturen die niet zo heel hoog zijn hoor. Graad of 16. Wat dat betreft is het wat zachter in Spanje en Portugal. Met bij zee vaak nog wel temperaturen van 20 graden of net iets meer. Het koudere weer is eigenlijk een hele eind Europa in weggedrongen. Voor vorst moeten we richting Moskou. Daar vriest het overdag 2 graden, wel met flink wat zon. Over vorst gesproken, beetje flauw bruggetje. Maar dat zou vannacht in Nederland kunnen gaan gebeuren. Op sommige plaatsen vriest het aan de grond al heel licht. Die temperatuur gaat ook nog wat zakken. En in het oosten en noordoosten van het land komt de temperatuur ook op de officiële waarneemhoogte van 1,5 meter. In de buurt van het vriespunt. Enkele mistbank kan er ontstaan. Het wordt hier en daar wat nevelig. Er zijn nog wolken, maar we hebben ook opklaringen. In het westen van het land liggen de temperaturen duidelijk iets hoger. Dan gaan we naar morgen. Dan beginnen we dus op sommige plaatsen met een enkele mistbank. Maar daarna schijnt de zon van tijd tot tijd. Heel warm is het niet. 6 tot 9 graden. En vooral omdat er een stevige oostenwind waait. Die kan wel vrij krachtig gaan worden in het noorden van het land. Voelt het allemaal nog wat kouder aan. Een beetje waterkoud of guur, zo u wilt. Er is als gezegd in de loop van de dag wat zon. Later neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe. En zou er een spatje regen of motregen kunnen vallen. Maar de hoeveelheden zijn zeker niet groot. Met een beetje geluk is het zaterdag overdag overwegend droog met wat zon. En vooral opvallend, temperatuur maakt een flinke stap. We gaan zondag zelfs naar 12 graden. En ook dan geldt, er komt wel regen aan. Maar als we mazzel hebben, valt die pas in de avond. En hebben we zondag overdag nog flink wat zon. Dit was het NOS Journaal van 8 uur met als belangrijkste nieuws. Opnieuw is bij een Nederlands pluimveebedrijf vogelgriep geconstateerd. En dus geldt weer een vervoersverbod voor vogels, eieren en mest. Meer nieuws om 10 uur in Nieuwsuur op NPO 2. Ik wens u nog een heel mooie avond.